En dat vraagt uiteraard om een woordje uitleg. Dag Philippe, wat is er gebeurd met Everton? Ja, kort samengevat kan je eigenlijk zeggen, ze hebben de voorbije seizoenen te forse verliezen geleden en ze hebben daarvoor nu een sanctie gekregen. Want begin dit jaar opende de Premier League een onderzoek naar de schuldenberg die de Toffees recent hadden opgebouwd. Volgens de regels van de Premier League mag je als club over een periode van 3 opeenvolgende seizoenen hoogstens 120 miljoen euro verlies leiden. Maar Everton ging daar recent nog een beetje over en kwam uit op 140 miljoen euro verlies. Als straf moesten de Toffees dus 10 punten inleveren, waardoor ze nu plots op een degradatieplaats staan. Zo'n puntenaftrek in de Premier League is trouwens hoogst ongewoon, want vooraleer Everton die puntenaftrek kreeg, gingen alleen Portsmouth en Middlesbrough ook eens met een soortgelijke situatie om. Everton ging ondertussen wel al in beroep tegen deze uitspraak en hoopt uiteraard op een mildere straf, al kan je in beroep natuurlijk ook nog een zwaardere sanctie krijgen. Ten laatste, eind dit seizoen wil de Premier League definitieve zekerheid hebben over deze zaak. Maar Bart, voorlopig heeft dus Everton de hoogste puntenaftrek ooit gekregen in de Premier League. Ja, dat is wel echt heel straf nieuws uit Engeland daar. Nooit gebeurd. Zo'n grote puntenaftrek, 10 punten inderdaad. Everton zegt, wij hebben niet moedwillig de boel willen belazeren. Het is een samenloop van omstandigheden, zeggen zij. De bouw van het stadion zat er voor iets tussen. De bouw van het stadion, corona, maar ook een aantal... loonkosten en dergelijke zijn ook wel hoog. Ze hebben ook wel proberen te investeren in redelijk wat dure aankopen. Is er ook niet uitgekomen dat je dan geen Europees kan spelen en dus terug zorgt voor inkomsten of jongens die vertrekken met dat, de meerwaarde. Zijn dat echt redenen die steek houden? Nee, tuurlijk niet. Je hebt toch een boekhouding. Je weet goed genoeg wat er binnenkomt en wat er buiten gaat. En het gaat over 3 jaar. Hè. En ze hebben dan nog een corona... compensatie. Vrijstelling eigenlijk gekregen. Want oké, dan begrijp je dat er omstandigheden zijn waar je niet mee kan dealen. Maar ik vind in deze... Ze hebben geluk dat het misschien dit seizoen is en niet afgelopen seizoen of het seizoen daarvoor. Of ze waren misschien wel in tweede. Maar 20 miljoen is toch relatief weinig, vind ik. Op de budgetten dat de clubs in Engeland hebben. Dat ze erover zijn. Ja, over want die 20 miljoen, dat, ik denk dat vertegenwoordigt misschien 2 jaar lonen van spelers. Ja, maar dus, er is een grens trekken natuurlijk. Dat weet ik wel. Maar je gaat me toch niet vertellen dat... Want volgens mij is dat een caféboekhouding daar in Engeland, want je gaat me toch niet vertellen dat of Chelsea of City of andere clubs wat dat betreft, ja, die moeten dat op een of andere manier moeten afdekken, want de meeste clubs in Engeland zijn er toch... Daarom zie je nu vaak die contracten van 7 jaar. Dan kunnen ze voor 7 jaar gaan afschrijven. En dat is een nieuwe trend om die regels te omzeilen. Maar ik vind het gewoon niet... Allee, die financial fair play is goed dat het bestaat. Hè, los van het feit dat die grotere clubs waarschijnlijk meer achterpoortjes hebben. Tegen City lopen nog 400 en zoveel zaken. Als dat uitgesproken wordt, dan... Laten we daar even naar Philippe voor gaan. Want ik snap het wel dat jij begint over Chelsea en over Manchester City. Moeten die twee clubs ook vrezen voor een sanctie? Ze zullen in ieder geval toch een beetje nerveuzer geworden zijn, denk ik, na wat er met Everton gebeurd is. Laten we Chelsea erbij nemen. Chelsea ligt onder andere onder het vergrootglas voor de periode onder de vorige eigenaar, Roman Abramovich. De Rus die zou meermaals betalingen verricht hebben via diverse postbusbedrijven, waardoor dus niet alles in de boekhouding van de Blues staat. Onder meer de makelaarscommissie voor John Bico bij de transfer van Eden Hazard van Lille naar Chelsea zou via een buitenlandse rekening van Abramovich betaald zijn. En dan is er nog Manchester City. In februari van dit jaar raakte bekend dat de Citizens tussen 2009 en 2018 liefst 115 inbreuken gepleegd zouden hebben tegen de financial fair play regels van de Premier League. En in die periode won City 3 landstitels. Maar het is onmogelijk om te zeggen of ze die straks zullen moeten afgeven als straf, want er is geen precedent. En vergelijken met Everton is eigenlijk ook niet aan de orde, omdat er City andere zaken ten laste gelegd wordt. Bij de club uit Manchester gaat het onder andere over het niet meewerken aan het onderzoek en inaccurate financiële informatie verschaffen. Wat wel min of meer zeker is, Bart, gelet op de complexiteit en de omvang van heel de zaak hier, deze week gaan we nog geen uitspraak. Nee, inderdaad, dat is zo.